Freddy had al verschillende zaken gehad, waar hij ook liveconcerten niet doorhaal. Dus voordat hij de groove had, de Cab, de New Bag en allemaal, bon. Jimmy James en de Vagabonds, ik denk zelfs Eric Burden dat hij daar ook nog gespeeld heeft. En al. Als hij dan de groove begonnen is, was dat een complete tegenpool van al de andere zaken. Hè. Dat was geen gewone disco, dat was bijna naakt van bekleding. Hè. Dus er was dat heel weinig, maar wat je vooral had, was de muziek, die onmiddellijk insloeg als een bom. Hè. En dat werd nooit geen slogs gespeeld, hè. Dat was altijd hippe muziek, dansmuziek. En ik zeg het ook dat Freddy kennissen of vrienden had, zowel in Engeland, omdat hij met die muzikanten ook contact had, of iemand die regelmatig naar New York, naar de clubs ging, waar ze dat speelden en deden, en die die namen opschreef en die platen meebracht. Die prachtige muziek die Coussard inderdaad daar geïntroduceerd heeft. Hè. Bijvoorbeeld Lou Rawls en zo in de tijd. Ja, dat gaf iets en ik ben er ooit meer weggeraakt door het gesloten. Freddy was wel zeer ruim. Hij vaarde dat als dansbaar. Dus werd daar ook gewoon jazz gespeeld. Hè. Blue Note Impulse, de dansbare muziek van de jazz. De soul, uiteraard. Hè. De groovy muziek. En voor Freddy was dat zeer belangrijk, het feit dat hij daar baanbrekend was. En ik denk, mede door hem is die muziek echt doorgebroken.